Goedemorgen. Zoals je ziet wordt het hier in de opnamestudio wat donkerder. We komen een beetje in de buurt van de avond. En je weet, de filmpjes worden een dag van tevoren worden die opgenomen. En ik voel me nu net een filmster met de lamp op mijn gezicht om het scherm zo duidelijk mogelijk voor jullie te maken. Goed, we gaan de rekenles bekijken. En ook de rekenles is vandaag nog weer een herhalingsles. We gaan cijferend optellen en aftrekken met komma-getallen. En je weet dat ik toen de tijd dat we dit voor de eerste keer deden in de klas, erbij gezegd heb dat het belangrijk is dat je bij komma-getallen de komma's onder elkaar zet. Omdat dat de waarde van het gedeelte achter de komma bepaalt. En dat je daardoor vaak open plekken krijgt die je dan kunt opvullen met een nulletje. Ik ga mezelf weer even naar de zijkant van het scherm zetten. En dan krijg ik in eerste instantie mijn presenter open. En dan kan ik je dat nog even laten zien. Op het moment dat je een getal opschrijft, zoals bijvoorbeeld 1,0. En je zou daar bijvoorbeeld 0,75 van af moeten halen. Dan staat het zo in je opdrachtenboekje. Je zou er 0,75 van af moeten halen. Dan zie je sowieso al dat dit bestaat uit 2 cijfers, dit bestaat uit 3 cijfers. Dat zou op de oude manier heel raar onder elkaar staan. Je bent gewend om de getallen van rechts naar links op te bouwen. Bij komma-getallen doen we dat niet. Bij komma-getallen staat de komma centraal. Gaan we dit dus onder elkaar zetten om cijferend te kunnen optellen of aftrekken, schrijven we het eerste getal op ons klapblaadje. En het tweede getal zorgen we ervoor dat de komma's uitsteken. Onder elkaar. Nou, dan zie je dat het getal gaat verschillen. De komma's staan recht onder elkaar. Hier heb ik 1 getal achter de komma en hier heb ik er 2. Ik zei al, dan mag je voor de duidelijkheid even opvullen. Hier verander je niks aan. Je mag nergens iets tussen zetten, want dan verander je de plek van een getal, van een cijfer. Maar je mag het er wel tussen zetten. Op het moment dat je nu moet optellen, is het niet zo moeilijk meer. Want dan zeggen we gewoon 0 en 5 is 5. 0 en 7 is 7. Ik zeg altijd maar zo, komma zien is komma zetten. 1 en 0 is 1. Op het moment dat je moet aftrekken, is het verhaal ietsje anders. Dit was de 1,0. De komma's recht onder elkaar 0,75. Dan moeten we het aftrekken. Dan ga ik hier het getal even opvullen. En dan moeten we gaan lenen. Want 0 min 5, we beginnen altijd bovenaan. 0 min 5 kan niet. Dan moet ik lenen van de 0. Maar ik kan niet lenen van de 0. Maar ook in een komma-getal kan ik gewoon verder gaan. Dan kan ik zeggen, ik kan lenen van deze 1. Die 1 wordt dan een 0 en dit wordt een 10. Dan kan ik weer vragen vanaf deze, kan ik lenen? Jawel, dan wordt dit een 9 en dit wordt een 10. En dan kan ik mijn som maken. 10 min 5 is 5. 9 min 7 is 2. Komma zien is komma zetten. En de 1 is een 0 geworden. En ik heb mijn antwoord. Komma getallen recht onder elkaar. Je ziet dat ook in de hulp, zie je dat ook staan. Hier kan ik helaas geen potlood inzetten, maar in de hulp zie je dat ook staan. Onder elkaar en het lenen. Deze kolom is een manier die wij niet geleerd hebben. En die ook heel lastig is om dat nu nog aan te leren. Zij zeggen dat het makkelijker is. Ben je deze kolom gewend met die min getallen erin? Dan moet je dat zeker doen. Maar ik zou je ook aanraden dat dit de manier is die in groep 7 en 8 het meest gebruikt gaat worden. Om die zoveel mogelijk jezelf eigen te maken. Hier moeten we nog wel even gaan lezen. We zien hier 7,5 en we zien hier 3,48. Dat zijn de getallen. De som die je dus gaat maken, die kan ik helaas hier in dit verhaal niet opschrijven. Maar als ik hem even meeneem naar het andere bord, dan krijg ik 7. Even kijken, ja, dan komt die 7,5.
En wat was de som ook weer? Ik kijk even terug. Van een plank van 7,5 meter zaag je een stuk af. Dat betekent dat ik dus een minsom krijg. En dan moet ik 3,48 moet ik er afhalen. Ik zie dat de getallen niet gelijk zijn, dus ik vul even op. En ik ga mijn aftelsom maken. Je ziet meteen weer dat je moet lenen. Nou, en hier vandaan kun je de som zelf maken. Ook hier zoek je weer eerst de som op je klapblaadje. En dan maak hetzelfde geld voor som 2. Eerst de som zoeken en dan ga je maken. En let dan vooral ook even heel goed op dit bordje. Let even goed op dit bordje, want dat heb je nodig. Vraagsommetjes zijn lastig, maar je weet het, zodra ik die uitleg, dan weet je het antwoord. Hier is eigenlijk niet zoveel meer aan. Onder elkaar zetten. Onder elkaar zetten met de komma's recht onder elkaar. Dus als ik even naar de som toe ga, ik ga even een bladzijde verder en ik kijk heel even terug, dan zie ik 0,467, oftewel 467.000ste. En ik moet daar 3,751.000ste, 3,751 mee optellen. Eerst 1 en dan erbij optellen. Even controleren. Ja, ik heb het goed overgenomen op een klapblaadje. En dan zeg ik gewoon weer 7 en 1 erbij is 8. 6 en 4 is 11. 1 opschrijven. 1 onthouden. 4 en 7 is 11. En die 1 is 12. 2 opschrijven. 1 onthouden. Een komma zien is een komma zetten. 1 en 3 is 4. En ik heb mijn antwoord. En ik kan dat in mijn schrift, in mijn werkmap, hier kan ik dat gaan invullen. Tot slot hebben jullie een aantal kassabonnetjes die je op moet tellen. Nou, dat hebben we ook al eens vaker gedaan. In de procedure is hetzelfde, alleen moet je langer doortellen. En dit zijn die leuke sommen waarbij je moet gaan gokken. Moet gaan gokken, moet gaan kijken wat er is gebeurd. Het is een erafsom. Ik heb 0 min 5. 505 eraf iets en toen kwam ik op 200 en nog iets. In eerste instantie moet ik kijken wat hieruit komt. Dit is makkelijk uit te rekenen. Maar 2 min 5, ik neem de som even over op het scherm. Ik kijk nog even voor de zekerheid. 505. En dan heb ik een open plek 99. 99. En een plekje wat ik moet invullen. En dan krijg ik onder de streep. Er zit iets in de weg op mijn bureau. Daarom gaat het streepje verkeerd. En onder de streep kom ik op 200. In ieder geval 200. En hier moet ik nog iets invullen. 5. En het is een erafsom. Ik heb dus 5 eraf 9 gedaan. Maar 5 eraf 9 kan niet, dus ik heb geleend. Van een 0 kan ik niet lenen, dus ik heb geleend. En deze 5 is een 4 geworden. En deze 0 is een 10 geworden. Toen heb ik van de 10 geleend. En dat is een 9 geworden. Ik heb er hier 10 bij gekregen. Dan heb ik dus samen 10 en 5 is 15. Min 9 kom ik op 6, dat cijfer weet ik. 9 min 9 is 0, dat klopt. 4 min iets is 2. En dan weet ik dat ik hier ook nog 2 in moet vullen. Nou, op deze manier los je de sommetjes op. Dus 4 leuke sommetjes, de kassabonnetjes, de rijtjes, dit is nog het meeste werk. Bij som 2 even goed lezen welke som moet ik zoeken. Hetzelfde geldt bij som 1. Hulpje kun je nog even terugkijken. En dan zou je tot een goed resultaat moeten komen van deze taak. Goed, ik wens je er heel veel succes mee.
Aanstaande maandag moet je dit stencil meenemen. En voor die tijd geef ik je de antwoorden, zodat je het ook nog kunt nakijken en voor jezelf kunt analyseren. Ja, ik wens je heel veel succes met deze taak.